Justin, we hebben een groot probleem. En dat is? Levens en Light zijn weg. Wacht, wat? Ik ben nog maar net terug. Waar zijn ze? Nou, niet in mijn broekzak. Ik heb net gekeken, maar geen idee. Nee, nee, dit kan niet. Patrick, ik heb zo gezegd. Pas goed op ze. Justin, dat heb ik gedaan. Het waren Toby en Brave. Ik weet het 100 miljard % zeker. En wat gaan we Mikey vertellen? Niks. We gaan Levenslust en Light zoeken. We moeten ze vinden. Waar moeten we beginnen met zoeken? We weten niet eens waar ze zijn. We gaan naar Toby en Brave toe. Zij weten vast waar ze zijn. Okie. Hey, Vlinder! Welkom terug, Logan. Dank je. Sorry dat ik weg moest. Charles had me even nodig. Geef niet, Logan. Snap het wel. Ik ben blij dat je terug bent. Gaat het weer een beetje met je? Ik had gehoord van Abigail dat het hier was geweest. Klopt. Ik was zo blij om haar te zien. Zij jou ook. Ze heeft je enorm gemist. Wat moest je eigenlijk doen? Oh, niks bijzonders. Oké. Okay. Is er hier nog verder wat gebeurd? Ik heb het voor elkaar gekregen om Toby en Brave hun krachten terug te geven. Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Dezelfde manier wat ik bij jou heb gedaan. Gewoon energie gestuurd naar hen. En waar zijn ze nu? Ze waren een poging aan het doen om Levenslust en Light te bevrijden. Ik hoop dat ze een beetje oppassen. Het zijn Toby en Brave. Ze hebben van de beste geleerd. En wie is dat? En wie is dat dan? Jij natuurlijk. Ik, hè? Ja, jij. Ik doe niks bijzonders. Dat komt omdat je al bijzonder bent, Logan. Ach, wat heeft Abigail allemaal gezegd tegen jou? Hoe bedoel je? Je bent anders. Hoe bedoel je anders? Ik weet het niet. Ik heb gewoon een goed gesprek gehad met haar. Nou, ik ben in ieder geval blij dat je zo bent. Brave, is dat gelukt? Ja, Levenslust en Light zijn veilig. Justin en Mikey kunnen hen niet zo snel vinden, denk ik. Mooi zo. Nu maar hopen dat het ook een beetje rust geeft voor Vlinder. Hoe is het eigenlijk met haar? Ik zou zeggen, vraag het er zelf. Ze staat er zelf bij. Hoi, Brave. Hoi, Vlinder. Heb je een beetje kunnen slapen? Wel iets beter. Mooi zo. Daar ben ik blij mee. Ik hoop gewoon dat we op tijd Mikey kunnen stoppen met zijn plan. Als we natuurlijk zijn plan weten. Ja. Want dat weten wij ook niet. We weten alleen dat hij je krachten wilt hebben. Klopt. Maar we weten ook niet hoe. Precies. Ik wou dat hij ons gewoon voor één dag ons gewoon met rust liet. En dan jullie de kans geven om een plan te verzinnen? Mij stopt? Nee, dacht ik niet. En jij, Logan, en die kinderen zitten me ook iedere keer dwars. Ja, dat komt omdat ze omgeven, Mikey. Ja, bah! Dat liefdegedoe komt echt gewoon mijn strot uit. Wat kom je nu weer doen, Mikey? Kom je nou weer een spelletje met ons spelen? Wil je dat? Kan zo geregeld worden, hoor, Vlinder. Nee, dank je. Want ik ken die spelletjes van jou. Straks raakt er nog één van ons gewond. Het is jammer dat ik Logan niks aan kan doen. Want ik heb jou nog levend nodig. Nou, dan zitten we in hetzelfde schuitje. Ik kan jou ook niks aan doen, want ik heb mijn lichaam nog nodig. Dat is waar. Maar weet je wat ik wel kan doen? Jullie connectie met elkaar verbreken. En dan kan ik Logan wel wat aandoen. Onze connectie kun je niet breken, Mikey. Die is veel te sterk. Alles kan je breken, Logan. Zelfs iets wat je denkt dat sterk genoeg is.
je dat wil denken, Mikey, prima. Ga je gang. Oh, maar ik denk het niet, Vlinder. Ik weet het gewoon. Maar goed, ik kan ook Brave of Toby iets aandoen. Oh nee, Toby niet. Dat heb ik Justin beloofd. Nee, je doet niemand iets aan. Ah, ik ga jullie testen. Even kijken hoe sterk jullie band is. Hoe bedoel je dat nou weer? Veel plezier allemaal. Wat heb je met ze gedaan? Veel plezier om je vrienden te zoeken. Ik hoop dat je ze op tijd vindt. Je bent echt een monster. Ja, dat zei je tante ook al. Maar ik ga er maar eens vandoor. Veel plezier nog. Nee, Logan. Brave. Waar zitten ze? Ik denk niet dat ze hier zijn. Waar dan wel? Ik denk in de droomwereld. Maak ze wakker. Justin, dat lijkt me niet zo verstandig. Poef. En wat zijn jullie nou weer aan het doen? Waar is ze? Hallo? Justin. Ja? Yeah. Daar. Je zit er vast voorlopig. Mikey, wij zijn niks aan het doen. We waren gewoon even aan het kijken wat die twee aan het doen waren. Wat heb je met ze gedaan? Ik heb ze gewoon een beetje verstopt. Je hebt wat gedaan? Ik heb ze gewoon een beetje verstopt in Bruxia. En Vlinder moet ze zoeken. Wat is er? Niks. Er is niks aan de hand. Ik ga maar eens even kijken bij Light en Levenslust. Oh, daar zijn we net nog geweest. Gaat goed hoor. Ja, je hoeft er niet meer te kijken. Alles in orde. Oké, wat is er met jullie aan de hand? Jullie doen raar. Er is niks aan de hand. Nee. Nee, helemaal niks. Nee. Hey, hè? Nee, helemaal niks. Mooi weer? Waar moet ik beginnen met zoeken? Goedemorgen, Vlinder! Levenslust! Hey, lieverd. Waar is Logan en Brave? Mikey heeft ze verstopt. Ik moet ze gaan zoeken. Oh, nee, hè. Weet je waar ze zijn? Nee, dat weet ik dus niet. En ik weet niet waar ik moet beginnen. Misschien kan je ze vinden door op hun energie te concentreren. Dat is een goed idee. Ik zie een woestijn en een huis. Maar er is geen woestijn. Weet ik, maar toch zie ik het. Kijk eens verder, Vlinder. Ik zie een grote fabriek. De kerncentrale. Goed zo, Vlinder. Ga er snel heen. Ik ga weer terug. Is goed, Levenslust. Dankjewel. Graag gedaan. We moeten die Levenslust en Light vinden voordat Mikey erachter komt dat ze weg zijn. Ik denk dat ze op een plek zijn neergezet die wij niet kennen. Ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd wat Mikey met die Logan en Brave heeft gedaan. Wat nou als ik Levenslust en Light ga zoeken? Dan ga jij kijken bij hun. Goed idee! Zorg ervoor dat Mikey niks merkt. Komt goed, Justin. En nou naar die stomme droomwereld van Vlinder. Oké, hier moet het zijn. Brave? Ik weet zeker dat ze hier is. Waar ben ik? Woestijn, hoe kom ik hier nu weer terecht?
Het is hier warm. Brijf? Brijf! Vlinder, ik ben hier! Oh ja, ze hoort me hier natuurlijk niet. Brijf, waar ben je? Vlinder, hier beneden. Ik moet Vlinder haar aandacht zien te krijgen. Wacht, ik heb misschien een idee. Ik zou toch zweren dat ze hier was? Wacht even. Die lag hier nog niet. Brijf! Oké, wacht. Die containers staan hier wel heel raar. Wacht. Hier is een trap. Naar beneden. Brijf! Linde, ik zit hier. Brijf, je bent oké. Okay. Ja, alles gaat goed met mij, maar ik wil hier uit. Ik kan hier niet doorheen. Het lijkt wel alsof dat er een krachtveld zit. Wacht, ik heb een idee. Blijf doorgaan. Kom, er snel uit. Ik hou het niet langer meer vol. Ik ben zo blij om je weer te zien. Ik jou ook, Brijf. We moeten juist nog Logan vinden. Ik ga even kijken of ik hem kan vinden. Waar jullie ook zitten, ik hoop dat jullie veilig zijn. Hallo Patrick. Mikey, wat doe jij hier? Gewoon even kijken. Waar is Justin? Ik was nog even wat doen. Oké, ik ga even bij Light en Levenslust kijken. Nou, nee, dat hoeft niet. Die liggen te slapen. Dus laat ze gewoon maar even. Slapen? Ja, oogjes dicht en staan voor je stoel. Oké, vooruit dan. Mikey? Wat is je, Patrick? Ben jij echt van plan om de krachten van Vlinder aan Justin te geven? Waarom twijfel je zo erg aan mij? Ik hou me aan mijn woord. Ja. Dat hebben we gezien met Tommy. Dat is niet geheel mijn fout. Maar je bent het wel van plan om te geven? Nogmaals, Patrick, ik hou me aan mijn woord. Mooi zo. En als je die krachten dan hebt, wat gebeurt er dan uiteindelijk met Vlinder? Dat weet ik nog niet. Hallo, Vlinder. Justin, echt slechte timing. Ga weg. Ja, maar ik ben er net. Justin, ik heb geen tijd voor jou. Oh, ben je die lieve Logan aan het zoeken van je? Gaat je niks aan, Justin. Laat ons gewoon met rust. Dan moet jij mij ook eens met rust laten. Hoe bedoel je dat nou weer? Nou, niks, laat maar. Ga gewoon weg, Justin. Nee. Ik denk dat ik nog wel even blijf. Ja. Justin, laat ons gewoon een keer met rust en zeker Vlinder. Nee, Brave. Sorry, dat ga ik dus niet doen. Ik heb hier echt geen tijd voor. Ik moet Logan vinden. Aha!
Je zocht Logan dus wel. Ja, die zocht ik, ja. Heb je het gezien? Bos, bloemen, Dardenne. Ik hoop gewoon dat Vlinder Brave en Logan snel vindt en dat er niks met hen is. Wat gebeurt dan? Mikey heeft Brave en Logan ergens rond Bruxia gestuurd. Oh, en dan moet Vlinder hen zeker zoeken. Precies. Denk je echt dat Mikey die kracht gaat geven aan Justin? Ik weet het niet. Er is ook nog wel een kans dat hij het voor zichzelf houdt. Tenzij dat Vlinder toch beslist om haar krachten weg te laten halen. Wacht, Light. Dat is het. Vlinder heeft inderdaad de keuze gekregen. Oh nee. Maar als ze haar krachten wegdoet, dan kan Mikey haar wat aandoen. Dat mag niet gebeuren. Ik hoop gewoon zo dat ze de juiste keuze maakt. Ik denk het wel. Hallo Logan. Mikey, wat heb je gedaan? Gewoon even testen. Wat doe ik hier? Vlinder moet je zoeken, weet je nog? Och, ooit op een dag, dan krijg ik jou te pakken. En dan ben je van mij, hoor je? Dan ben je van mij. Daar houd je wel een beetje tegen. Anders had je dat waarschijnlijk al lang al gedaan. Vlinder heeft hier niks mee te maken. Je doet alles voor haar, Logan. Dat betekent dat je gevoelens voor die andere vlinder ook nog niet weg zijn. Alsof jij weet hoe ik me voel, Mikey. Je vindt het alleen maar leuk om spelletjes met ons te spelen. Klopt, maar straks is het zover. Dan kun je die lieve vlinder niet meer helpen. We zullen altijd naast vlinder staan. Oh, ik verwacht ook niks anders van jullie. Logan, moet je ergens zijn? Vlinder, kijk daar! Logan! Hij staat wel heel erg dicht tegen de wand. Mikey is er ook bij. Dit komt mij heel bekend voor. Logan, je staat wel heel erg dicht bij de rand. Ja, ik ben het tekst kwijt. Ik heb het idee dat die Logan van je niet ziet. Het ziet er maar uit dat Vlinder je niet komt halen, Logan. Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Ze heeft gefaald. Ik geloof je niet. Vlinder is zij niet meer. Nee, dat kan niet. Toch is het zo, Logan. Logan, luister niet naar hem. Ik ben gewoon hier. Wat is er? Hij ziet me niet. Logan. Oh, en hij hoort ons ook niet. Ik geloof je nog steeds niet. Vlinder is er nog. Je probeert me gewoon bang te maken. Ik heb het bewijs dat ze er niet meer is. Kijk maar. Nee. Vlinder. Logan, nee, geloof hem niet. Ik ben gewoon hier. Ik ben bij je. Zie je, jouw lieve vlinder komt jou niet meer ophalen. Nee. Logan, alsjeblieft, geloof hem niet. Ik ben gewoon hier. Ben ik echt vlinder kwijt? Logan, je bent me niet kwijt. Ik ben hier. Alsjeblieft, hoor mijn stem. Logan, alsjeblieft, ik ben gewoon hier. Geloof Mikey niet. Ik ben gewoon hier, bij jou, Logan. Je bent een broer voor mij. Ik laat je niet gaan. Logan, alsjeblieft, ik wil je niet kwijt. Mijn vrienden betekent alles voor me. En daar hoor jij ook bij. Ik doe echt alles voor jullie. Zelfs als ik mijn krachten moet opgeven, doe ik het. Om jullie te beschermen. Logan... Je hebt me zo vaak geholpen. Als ik er gewoon even doorheen zit. Jullie allemaal. Alsjeblieft, Logan. Geef niet op. Ik mag ook niet opgeven. Dus doe het alsjeblieft ook niet. Vlinder? Logan, je hoort me? Logan!
Vlinder, je bent het echt. Natuurlijk, gekkie. Ik kan jou toch niet alleen laten? Waar ben ik? Logan, nee, kijk naar mij. Logan, weet je nog dat ik je hielp om bij die raam te kijken? Ja. Loop gewoon rustig naar me toe. Rustig, Logan. Loop rustig naar me toe. Ja, Logan, je bent er bijna. Goed zo, Logan. Vlinder? Oh, ik ben zo blij dat jullie oké zijn. Dankjewel. Graag gedaan. Bah! Het is je gelukt. Jammer weer. Natuurlijk is het mij gelukt. Jij denkt echt dat ik mijn vrienden laat stikken? Justin, wat doe jij hier? Ik was gewoon nieuwsgierig wat je had gedaan. Of je bent soft geworden. Nee. Weet je het heel zeker, Justin? Ja, ik weet het heel zeker. Ik geloof je niet. Justin, kijk uit! Vlinder? Poef. Justin, gaat het? Ja, het gaat wel met mij. Waarom deed je dat? Justin, ondanks die haatgevoelens voor mij, je bent en blijft altijd het broertje van Toby. En Toby is een vriend van mij. Denk maar niet dat het nu goed is, Vlinder. Oh, dat verwacht ik ook niet, Justin. Ik ga er nu vandoor. Kom, we gaan terug. Ja. Ah, Justin, je bent terug. Justin, gaat het wel goed met jou? Ja, het gaat. Nou, wat is er gebeurd? Mikey viel me aan en Vlinder die redde me. Moet je pepermuntje? Oké, nee. Vlinder redde jou? Ja, maar waarom? Ik bedoel, ik ben achter haar kracht aan. Waarom helpt ze mij? Wat ik wel weet, Vlinder is geen slecht mens. Ik laat die Vlinder niet in mijn hoofd. Dit is gewoon een manier van haar om te proberen om mij in te laten zien dat ik fout zit. Ik denk niet dat het haar intentie is. Had je levenslust en light al kunnen vinden? Nee, nog niet gevonden helaas. Weet je zeker dat het gaat, Justin? Ja, het gaat goed met mij. Laten we nou maar levenslust en light gaan vinden. Oké. Maar ik mis even een pepermuntje. Logan! Echt, waar hangt die Logan nou weer uit? Logan, je bent hier. Logan, gaat het met je? Logan, wat is er? Toen Mikey die Elytra liet zien, dacht ik echt heel even dat je weg was. Logan, ik kan je toch niet laten zitten? Logan, ik heb gemerkt dat Mikey zich een beetje inspeelt op onze angsten. Dus waar wij het meest bang voor zijn. Ben jij bang dat er iets met mij gebeurt? Logan, het spijt me.
ik wil je echt niet dat gevoel geven. Ik geef gewoon veel om je. Logan, ik... Ik weet dat er gewoon iets is wat je me niet vertelt. Of niet kan vertellen. Maar je vertrouwt me wel, toch? Tuurlijk, Logan. Ik vertrouw je met mijn leven. Mooi zo. Logan, ik ben echt blij dat we vrienden zijn. Ik ook, Vlinder. Ik ga naar bed, Logan. Ik ben nogal moe. Is goed, Vlinder. Trusten. Trusten, Logan.